golf van geweld teistert Nijmegen. Ook dit weekend was het weer raak. Zaterdagavond werd een pizzakurier beroofd en zondagavond werd een poging gedaan twee jonge vrouwen te beroven. Dat gebeurde bij studentencomplex Hogeveld. Daar zou het gaan om twee daders die in het donker gekleed waren, aldus de politie. Eentje was in het bezit van een vuurwapen of iets wat daarop leek. Meteen na de overval heeft de politie de directe omgeving van de flat doorzocht, maar vooralsnog niemand kunnen aanhouden. Mogelijk bestaat er een verband met eerdere roofovervallen, zoals zaterdag die op een filiaal van Domino's in de Nijmeegse wijk Hatert. De geweldplegingen staan niet op zichzelf. Recent werd een Chinees restaurant overvallen en ook bij een pinautomaat in de Nijmeegse wijk Hatert was het een paar keer raak. Daar werden enkele mensen tijdens het pinnen van geld door onbekenden aangevallen. Burgemeester Bruls heeft bezorgd gereageerd op de voorvallen. Hij zit maandag nogmaals aan tafel met de politie om de situatie te bespreken.